Als eerste schrappen we wat van het grof vet eraf. En als het grove vet eraf is, kunnen we ze gaan kruiden. Ik gebruik een speciale brisket rub. Strooi het er goed overheen. En wrijf het vlees in. Andere kantje. Tweede gaan we opkruiden. Laten we even een uurtje intrekken. Dan kunnen ze op de barbecue. En als mijn barbecue een temperatuur heeft van zo'n 100 graden, kunnen de brisket eerst erop. Verder zijn, gaan we de brisket eerst inpakken. We doen er een paar klontjes boter bij. We dekken af met folie. Plaatsen we terug op de barbecue. De kern gaat er weer in. Nu is het wachten tot mijn brisket eerst de juiste kern hebben van zo'n 90, 92 graden. En dan kunnen we er burnt ends van gaan snijden. Misschien vraag jij je af wat zijn brisket is. Je hebt de flat en de point. Dat is het hogere stuk wat erop zit. Als het recht gesneden wordt, dus de flat en de point dus gelijk zijn, hou je een stukje vlees over. En dat noem je een brisket is. En daar maak ik dus nu mijn burnt ends van. En als we zo'n kern hebben bereikt van 91 graden, zijn mijn brisket is klaar. We kunnen ze nu gaan snijden voor de burnt ends. Klaar, daar snijden we een blokje van. En dan is het tijd voor onze burnt ends. Op deze manier heb ik ze nog zo'n 3 kwartier op de kamer laten staan. Kan ook iets korter of iets langer, maar het is natuurlijk wat je zelf wil. Ik vond wel dat ze er zo mooi uit gingen zien. Dus, we roeren ze nog even goed door de saus. En onze jus. Ah, ze zien er goed uit. We zullen er één testen. Het gaat makkelijk aan elkaar. Het is lekker mals. Een zoetje van de barbecue saus. Maar vooral ook best pittig door de rub. Ze zeggen tot mijn volgende video. Bedankt voor het kijken en tot Ben's BBQ.